Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 18 december, gemaakt door Weerplaza. Vannacht heeft het geregend, maar de bewolking en de regen ligt inmiddels boven Duitsland en boven Nederland zijn wat opklaringen te vinden. Alleen in de vroege ochtend viel er dus af en toe wat regen, maar die regen die is inmiddels verdwenen. Vanuit het westen komen er steeds meer opklaringen. Het is nog steeds zacht met temperaturen vanochtend rond de 11 graden en vanmiddag tussen de 12 en de 13 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond ook wolkenvelden en opklaringen. Het zijn met name hoge wolkenvelden. En de temperatuur die ligt zo rond de 10 graden. Vannacht kan daar nog een graadje van afgaan. De wind die blijft uit het zuidwesten waaien en trekt morgen iets aan langs de kust. Dan wordt die af en toe vrij krachtig. Morgen zijn er vrij veel hoge wolkenvelden, maar de zon die breekt ook door. Met name in de middag is er toch wel ruimte voor de zon, ook elders dan in het zuiden. Zondag is het ook aardig weer met zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft zacht met 11 tot 14 graden. Heel misschien dat er in de avond in het Noordwesten een buitje valt. En vanaf maandag wordt het wat wisselvalliger, maar het blijft zacht. Temperaturen blijven over het algemeen zo tussen de 10 en de 12 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.